Ja, kanselarij prins van België, met onze regerende prins van België, de enige echte Guy de Eerste. Ik ga het woord geven aan de kanselarij. Ja, goedenavond iedereen. Johan, dikke proficiat, nieuwe bal. Ik ga het woord geven aan onze prins van België, de Guy. We hebben al een paar ritjes gedaan, maar het gaat nog wel lukken. Ik hoop dat je niet te veel van die borrelpjes gedronken hebt in de achter. Zal het gaan, ja. Johan, proficiat met jouw bal. Je bent overal geweest en het volk komt terug. Ik zit hier met de ex-prins Gerard de Eerste. Dat is waar. Dat moet je weten. Ja. Van 16. Normaal heb ik mijn scepter bij en dan staat dat er allemaal op. Ik nodig jullie allemaal uit op mijn overwinningsbal op 8 december in de zaal parochiezaal in Belzeel en ik zou dat met lief houden. Alaaf, alaaf, alaaf. Maar nou dat hier toch stond, Gerard, stond hier nog een keer voor TCV ook. Hey, dat is stress, hè? Ja. Het is puur voor jou binnen een beetje te sparen. Je wordt ook al wat ouder. Ja, ik weet het, proficiat. Je kunt meedoen met de grote mensen nu. Ik, ja. Militair, ja, maar ik kon het in CV echt in één halen. Johan, dikke proficiat met je bal. Als ECB zijnde ben ik hier alleen, als president België. Ik zou zeggen, geniet er nog van. De vruchten draag je wel, dat komt wel goed. Geniet echt van deze bal. Het volk begint te minderen. Maar ik denk dat je al veel volk gehad hebt. Dank u wel. Ja, dan ligt er nog iets op mijn lever. Guy, we zien nou overal en normaal gezien moet je begeleid worden door de kanselarij. Ik kan er niet aan doen, maar zo moet het. Normaal, Gerard, die komt niet veel meer op podium als kanselarij, maar toch. Jawel, ja. Oké, maar... Toch een dikke chapeau dat hij het toch verder doet. Oké. Wendy en dan. Ja. Ja, maar Wendy doen we samen met Lilian. Hé, dat zit er wel, dat is goed afgelegd. Ja, aan wie mag ik het woord geven voor de tocht der prinsessen? Ik kan het goed uitleggen. Ja, geen moet daar leggen. Ga lang duren. Wacht, zal die andere licht daar zien dat ze gaat staan? Ik ga het heel kort maken, ik heb altijd veel te vertellen, maar van de avond niet. Johan, we hebben hier al een tof feestje gehad. We gaan er nog een feestje van maken. Ik heb Rosita mee, de prinses van 2014, met haar hofmaarschalk Gerard. Ik heb de hofmaarschalk van Estefan mee, Freek. En natuurlijk, binnenkort is het zover, de nieuwe verkiezing. En we hebben kandidaten, maar die gaan zichzelf voorstellen, want die kunnen dat veel beter dan ik. Dank u wel. Goedenavond, Johan. Proficiat met uw overwinningsbal. Ik heb niet veel stem, ik kom mijn best doen voor iets te zeggen, want het is mijn moeite vandaag.
Ik hoop dat je nog verder kunt genieten van uw titel. Geniet ervan en veel succes ook bij je verkiezing binnenkort. Dus het is een geslaagd bal zo te zien. Ik ga mij eventjes voorstellen. Ik ben Lilian Wouters. Ik ben naast Sint-Wasse kandidaat Nationale Prinses voor België. Ik word voorgesteld van Kavira Bukodonsor uit Basel en het GCT Carnavalcomité van Temse. Onze verkiezing gaat door in het Antwerpse op 17 januari Campus Kruisven in Mol. En wij hopen natuurlijk op een massale opkomst. Het zou fijn zijn natuurlijk. En ik wens alle medekandidaten veel succes. En ik sluit hier af met Alaaf, Alaaf, Alaaf. Goedenavond iedereen. Johan, proficiat met je overwinningsbal. Het is zeker geslaagd. Ik ga gelegenheid gebruiken om mij even voor te stellen. Mijn naam is Van den Berg Wendy en ik sta hier als kandidaat Nationale Prinses van België 2025 en word voorgesteld uit de Orde van de Sloepers te Blankenbergen. Mijn verkiezing gaat door op 17 januari 2025 in Antwerpen. Ik wens mijn medekandidaten en, alle andere kandidaten heel veel succes toe. Kaarten zijn zowel bij mij als bij mijn medekandidaten te verkrijgen. En ik sluit hierbij af met een drievoudige Alaaf, Alaaf, Alaaf. Sylvain, jij hebt chance, man, of vrouw ik geen stem meer. Dus dat gewoon rustig zijn. Om nu de boel goed af te sluiten, mag ik vragen of dat Christine erbij wilt komen staan. We've been down that road before, but that's over now. You keep me coming back for more. Baby, you're all that I want. Will you lie here in my Ja. Correct, reeds het woord geven aan Freek. We gaan kort houden. Ja. Bedankt voor de uitnodiging. Ik denk en ik hoop dat je een heel mooi jaar gehad hebt. Wat je verder gaat doen in je verdere toekomst zal het uitwijzen. Ik denk dat er geslaagd bal is op een gegeven moment. Volk genoeg en bier genoeg en dat is het belangrijkste dat er is. Ik wens je heel veel succes in je verdere loopbaan in carnaval. Dat er minder gezeik en gezever mag zijn en minder achterklap. Dat is heel belangrijk. Ik zeg altijd zo van, verbeter de wereld, maar begin met jezelf. Dankjewel. En Freek is begeleid door Christine, commissaris Centrum België, en Rosita, de vaandeldrager van Centrum België. Ja, ja. Ook zal dat wel een keer wijs maken, Gerard, wat dat juist in akkoord. Want die zijn niet in het groen, die mannen, hè? Ja, ja, ja. Ja, het is goed. Ja, een afmars voor al deze prominenten. Go Belgium! Sometimes we don't bother to connect with each other. Our language forms a wall, but we're not different after all. In Nederlands of France, we need to stick together.